Hallo mensen en welkom weer bij een gloednieuwe video. Het is lang geleden dat ik een video heb gemaakt in deze setting hier met al mijn Wie is de Mol achtergrond en weet ik wat. Maar ik dacht het is wel weer tijd om even een leuke video te maken. Ik had laatst op Insta gepost wat voor soort video's iedereen wil zien. En daar kwam ook één video deel uit en dat is een Q&A met mij. Nou, toen heb ik een polletje gemaakt waarin je eigen vragen kon insturen voor een Q&A. En deze ga ik behandelen in deze video. Dus als je hier nieuw bent en je vindt de video al leuk, like dan vooral even de video. En dan gaan we nu beginnen met de eerste vraag. En de eerste vraag is, sinds wanneer kijk je Wie is de Mol al? Ik kijk Wie is de Mol al sinds 2015. Dus ik kijk nu in totaal, bijna 8 seizoenen. Met volgend seizoen erbij heb ik 8 seizoenen Wie is de Mol gekeken. Waar ben je het meest dankbaar voor? Dat is de tweede vraag. Ik ben het meest dankbaar voor toch wel, weet je, het leven waarin je op dit moment leeft. Je leeft veilig, je hebt een huis, je hebt onderdak, je hebt eten, je hebt drinken. Dat hebben sommige mensen in de wereld niet. En ik denk dat ik daar wel echt het meest dankbaar voor ben. Wat als Wie is de Mol en YouTube niet bestonden? Wat had je dan gedaan? Ja, dan denk ik dat ik TikToks was gaan maken. Je weet het niet op dat moment wat je dan zou gaan doen als je geen Wie is de Mol had en geen YouTube had. Ik ben in Wie is de Mol in de media ben ik een beetje gerold in 2020. Met Rob als mol, dat was zeg maar het eerste seizoen waarvan ik echt ging kijken van hoe zit het in elkaar en zo. En sindsdien is dat alleen maar gepromoveerd, om het maar zo te zeggen. Dan had ik denk ik TikToks gemaakt. Gewoon dansjes en zo, denk ik. Denk ik eigenlijk niet. Geen idee. Dan heb ik een dilemma. Nooit meer YouTube of nooit meer TikTok? Gezien het huidige proces van YouTube en TikTok samen, denk ik dat ik dan nooit meer YouTube zou kiezen. Omdat YouTube de laatste tijd natuurlijk flink omlaag gaat ook, qua content. Niet qua content, er wordt nog steeds heel veel op gepost qua content. Alleen de content in Nederland die het meest wordt bekeken is MrBeast eigenlijk. Allerlei soorten content met MrBeast is altijd grandioos. Clickbait, thumbnails en geld weggeven, iPhones weggeven, dat is allemaal ineens helemaal in. Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan absoluut niet willen zijn? Ik zou absoluut geen muis willen zijn. Wat is je favoriete tv-programma naast Wie is de Mol? Mijn favoriete tv-programma naast Wie is de Mol? Dan ga ik het natuurlijk heel simpel De Verraders opnoemen, of De Mol België. Maar stel je voor, een beetje Verraders ook niet en De Mol België ook niet. Dan zou ik eigenlijk niks op tv kijken. Dan zou het denk ik toch Hunted zijn of wat heb je nog meer voor iets leuks. Expeditie Robinson vind ik ook niet echt meer heel erg leuk. Daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op. Dan zou ik toch kiezen De Verraders. En als dat niet mag, dan Hunted. Eigenlijk alle programma's van AfroTros zijn gewoon geweldig. Dus weet je, kijk gewoon programma's van AfroTros, dat is gewoon geweldige content. Zou je een muziekcarrière willen? Als je kijkt naar mijn parodies en naar mijn diss track, dan denk ik niet dat het een hele goed idee is om ook zelf nummers te gaan maken. Daarvoor zou ik bijvoorbeeld eerst mijn stem moeten aanpassen. Niet verkouden moeten zijn. En vooral meer zingen. Toen kreeg ik een vraag van Max van den Broek, van de Telegraaf. En die zei, waarom is de lucht blauw? En toen dacht ik, kijk naar buiten zou ik zeggen. Waarom is die blauw? Goeie vraag. Ik heb geen idee, hij is in ieder geval niet geel. Doe daarmee wat je wil. Wat is mijn favoriete eten en drinken? Dat is wel persoonlijk hoor dit. Mijn favoriete eten is denk ik wel... Wat is mijn favoriete eten? Ik heb geen idee wat mijn favoriete eten is.
Ik hou wel van een lekker. Denk wel pizza. Dat mijn favoriete eten is. Pizza kipswarma. Ja, pizza kipswarma is echt wel lekker. En mijn favoriete drinken. Frisdrank is dan, even denken, 7-Up is wel mijn favoriete daarvan. En van normale dingen is toch wel, ja, prikwater. Ik hou van prikwater. Spa rood. Oké. Wat is mijn favoriete vakantieland? Mijn favoriete vakantieland is denk ik wel Noorwegen. Wat is mijn favoriete dier? Mijn favoriete dier is een leeuw. Ja, gewoon omdat het kan. Het is ook mijn sterrenbeeld, een leeuw. Dus weet je, is leuk. Wat is mijn favoriete muziek / liedjes? Coldplay. Ja, en vooral een beetje qua genre, voor de haters. Popmuziek vind ik heel erg leuk, maar eigenlijk vind ik elk genre wel een beetje leuk, want dat ligt precies aan de vibe die ik heb. Mijn favoriete liedje heb ik ook niet echt. Dat verschilt ook per maand. Verschilt mijn favoriete liedje, heb ik weer een nieuw liedje en denk ik, wauw. Die luister ik dan vervolgens 1000 keer. Vind ik hem ineens niet meer zo leuk, omdat ik het dan nou uit mijn hoofd ken. En dan zoek ik verder naar nieuwe liedjes en zo. Ja, weet je alles. Wat zijn de toekomstplannen van Tim? Uitroepteken. Ja, video's maken. Logisch. En dan bedoel ik gewoon video's die, ja, weet je, een beetje video's en series die ook gewoon vaker bekeken kunnen worden. Niet aan één lopend, dat je per se de hele serie moet kijken om alles te kunnen zien. Een beetje meer naar de kijkers toe. En vooral ook eigen dingen proberen op het internet die nog niet zijn uitgeprobeerd. Zoals mijn nieuwe serie Onzin, waarvan de eerste aflevering al online is op dit moment. Gewoon een beetje onzin praten, kijken wat er gebeurt met de views en met de content op YouTube. Of onzin, gewoon onzin praten, ook gewoon letterlijk views gaat krijgen. Komt er een nieuwe parodie? Misschien. Ik heb een paar teksten liggen al voor parodies. Die zijn allemaal nog niet echt af, of nog niet helemaal af. Heb jij contact met mensen in de mediawereld? Heftig, dat is echt een mondvol. Ik ken natuurlijk Max van den Broek van de Telegraaf. Daar chat ik af en toe wel eens mee. Daar heb ik wel eens gesprek mee soms. Ik heb ook iemand zitten die sinds kort werkt bij... Ja, nu komt het, hè. Bij een productie... hoe noem je zoiets? Bij een productieteam. In Hilversum. En dan denk je, huh? En diegene heeft dus ook soort... Nou, niet echt nauw contact, maar meer een beetje ver contact met de regisseur van Wie is de Mol? Rick. En die praat er af en toe wel eens mee. Komt er een setup tour video? Op dit moment heb ik mijn nieuwe MacBook. Daar ben ik echt blij mee. Want hiermee kan ik gewoon beter editen. Veel betere kwaliteit video's uploaden. Geen gekke pixels meer en zo. Mijn content wordt steeds meer uitgebreider goed. Ik heb natuurlijk een microfoon van Rode. Die zijn heel goed. En eigenlijk film ik alles met de telefoon op dit moment. Dus alle series die nu ook gaan komen nog, die zijn gefilmd met de telefoon. Uitdagend is bijvoorbeeld ook gefilmd met de telefoon. Omdat ik gewoon 4K kan filmen met de telefoon. Waarom zou ik dan een hele camera kopen als ik dat ook met mijn telefoon kan doen? En ten eerste heb ik daar natuurlijk ook gewoon geen geld meer voor hierna. En moet ik weer even flink sparen. Ik heb 2 boxen. En ik heb gewoon een LG widescreen waarop ik edit. Wat is je droom? Of wat staat er op je bucketlist? Mijn droom is om... aan de ene hand is het natuurlijk mijn droom om te werken bij Wie is de Mol zelf. Weet je, dat is gewoon mijn droom. En dat zou ik echt super vet vinden als dat zou kunnen. Weet ik wel... Dat aan de andere kant, mijn tweede droom, die op nummer 2 staat, is YouTuber worden.
En ik maak YouTube-video's over Wie is de Mol. En als ik dan bij Wie is de Mol werk, kan ik geen YouTube-video's meer maken over Wie is de Mol. Dus dan kan ik eigenlijk ook geen YouTuber meer worden. Als ik YouTuber wil worden, dan kan ik eigenlijk ook niet werken bij Wie is de Mol. Dus zo zit ik in die twee dromen verwikkeld van hoe ga ik het doen. En anderzijds zou ik later natuurlijk gewoon echt wel YouTuber willen worden en de tofste series neerzetten. Ja, dat eigenlijk. En als YouTube begint te verouderen, dan iets met tv. Ik hoef niet zelf op tv te zijn. Ik kan ook prima achter de schermen werken bij de tv. Ja. Welke sport doe je als je er eentje doet? Ik heb op dit moment doe ik de sport handbal, waarbij wij jeugddivisie spelen. Dat is de hoogste op landelijk niveau van ons team. Dat wordt bijvoorbeeld komend seizoen met Wie is de Mol pittig om video's ook nog op te nemen. Want elke wedstrijd spelen wij om 7 uur 's avonds op de zaterdagavond. Dus Tim, kan je Wie is de Mol live kijken? Nee. Ik kan geen enkele Wie is de Mol aflevering live kijken op tv. Dus dat wordt natuurlijk heel heftig volgend seizoen. En daarom heb ik een hele lieftallige crew bij elkaar geroepen. Om mij te helpen met dingen posten. Op mijn Instagram. En helpen met hints uitschrijven, video's uitschrijven. Zodat ik gewoon een video op zondag kan opnemen. En dat die dan gewoon op maandag gewoon alsnog online komt. Dat hoop ik. Maar ik weet niet of dat allemaal gaat lukken. En anders komt die later in de week. Er komt wel een video elke week. Maar ja, in hoeverre de tijd en zo ik daarvoor heb, dat durf ik op dit moment gewoon niet te zeggen. Want ik heb ook een ander leven naast Wie is de Mol. En dat ben ik vorig seizoen, heb ik dat ook gezien. Dat ik echt wel ook een ander leven heb naast Wie is de Mol. En dat ik daar ook wel flink in moet investeren. En niet alleen maar Wie is de Mol dit, Wie is de Mol dat, Wie is de Mol zus, Wie is de Mol zo. Ik ben fan van het programma. Maar ik moet dat iets minder hebben. Wanneer ga je 24 uur live? En wanneer ga je live 23.000 keer het juiste land opnoemen als het verkeerd is? 24 uur live, dat zit er nu nog niet in. Dat komt ooit wel. En wanneer ga je 23.000 keer het juiste land opnoemen? Nou ja, ik ga eerst kijken of ik het land goed heb. Want ik vind dat als het land Namibië is, dat ik vrij zeker wel in de buurt zat en dat ik dat dan niet ga doen. Omdat ik dan gewoon echt wel vrij zeker in de buurt was. Want Zuid-Afrika, ja. Namibië ligt iets boven Zuid-Afrika. Ik vind dan wel dat ik gelijk heb ook. Dus dan ga ik het niet doen. Als het ineens een heel ander land is zoals Noorwegen. Surprise! Dan ga ik 23.000 keer Noorwegen opnoemen. Op stream. Leuk. In ieder geval, dat is het dus. Bedankt voor jullie vragen. Ik vind sommige vragen best leuk om te beantwoorden. Deze video is ook iets langer, denk ik, dan anders. Ja, ligt er een beetje aan. Ja. Ik hoop dat ik ze goed heb beantwoord. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij andere soort video's en bij de series Onzin en Uitdagend. Ja, abonneer voor meer. Laters.